Hoe schat jij de kansen van Girmay op het WK in? Ik denk, kijk, hij heeft geen ploeg om de koers te controleren, maar ze kunnen hem wel beschermen. Dus ik schat zijn kans in dat een top 5 realistisch is. En ik denk dat hij er ook klaar voor gaat zijn. Het is wel een race tegen de klok geweest voor hem. Maar ik denk dat hij op tijd klaar gaat zijn. Hij is heel wat tegengekomen eigenlijk nog na dat WK. Eigenlijk al vanaf het kurkincident, het champagnekurkincident in de Giro. Ja, het was een verre van ideale voorbereiding. Het is eigenlijk hier in Quebec de eerste weekend geweest dat hij eigenlijk weer echt het goede gevoel heeft dat hij mee kan doen op het WK. En twee zware valpartijen gehad in Wallonie en in Eurometropool. Ja, daar heeft hij 3 weken last van gehad. Dus, dan komt hij op het WK met een ploeg van Eritrea, die natuurlijk niet te vergelijken is met België, Italië, Nederland, Frankrijk, noem maar op. Hoe gaat hij daarmee om? Ja, maar daar heeft hij op zich wel de rust en vertrouwen in hoe hij daarmee om moet gaan. Hij heeft vorig jaar natuurlijk ook in die rol gezeten dat hij niet een ploeg heeft die de koers kan maken. Dit zal nu wel anders zijn. Het zal ook een zwaardere koers zijn. Hij is op zich een kalme renner, dus ik denk niet dat hij zich daar echt door laat afleiden. Hoe belangrijk is dat WK voor hem? Het is belangrijk omdat het hij wil bevestigen van vorig jaar. Het wereldkampioenschap in Eritrea is sowieso heel belangrijk. En hij is vorig jaar tweede geweest. Wat natuurlijk veel mensen over het hoofd zien, dat was natuurlijk het belofte WK. Dit is het grote WK. Maar ik denk vooral dat hij wil laten zien dat hij op dit niveau op het wereldkampioenschap mee gaat doen. Het is voor hem gewoon weer een nieuw examen. Stel dat, kan Intermarché Wanty Gobert een regenboogtrui aan? Ik denk dat wij redelijk creatief zijn in het design van onze shirts. En ik denk ook als ploeg, we maken echt wel stappen als ploeg. We hebben denk ik ook voor volgend jaar weer een goede transferperiode achter de rug. Dus ook in een wereldkampioentrui zou Biniam denk ik goed omringd zijn.